Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 25 augustus. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. In de tijd dat ik jullie niet heb gezien, is er best wel wat gebeurd. Want ik zat gisteravond televisie te kijken. Het was nog vrij vroeg in de avond. 6:30, 6:45 ongeveer. En ik hoorde ineens knap. Ik dacht, hè? Wat is dit? De televisie vloog uit. Ik had in eerste instantie het idee, goh, zou de stroom eruit liggen. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat dat niet het geval was. Want de ventilator bleef draaien. Dus dat kon niet. Toen kwam ik erachter dat mijn televisie kapot is gegaan. Ik heb de stekker er nog uitgetrokken, maar dat hielp niet. Mijn televisie heeft zo'n standaard rood lampje als die uitstaat. En die was ook uit. Hij deed niks meer. Dus ik raakte eigenlijk direct een beetje in de stress. Dus ouders gebeld. Ja, mijn televisie is stuk. Wat moet ik? Nee, ja, goed. Je kunt op dat moment niet zo heel erg veel. Dus de conclusie was al vrij snel. Er moet een nieuwe televisie komen. Ik vind dat zelf heel belangrijk. Televisie kijken. Kijk, als je er niks om geeft, dan kun je misschien makkelijk zonder televisie. Maar ik mis het gewoon heel erg als ik er geen eentje heb. Ik moet zeggen, ik had hem ergens wel een keer verwacht. Ik merkte de laatste tijd dat hij af en toe een beetje sneeuwde, zeg maar. Zo, dat hij ook wat stoorde. Dus ja, dan is het altijd de vraag, ligt het aan je televisie of is het de zender die wat problemen heeft? Je weet het niet. Maar het was dus blijkbaar de televisie. Ga je kijken van, hè, wat is je budget om uit te geven voor een nieuwe televisie? En ik heb er natuurlijk wel eens over nagedacht. Wat als deze televisie kapot zou gaan? Wat zou ik dan eigenlijk willen? Ik had wel zoiets. Ik zou op zich wel iets groter willen. Ik hoef zelf niet een hele brede televisie. Ik zie soms wel eens televisies op televisie bij mensen staan. Dat ik denk, jeetje, wat hebben die een grote televisie? Dat hoeft voor mij niet. Ik heb nu een 82 centimeter televisie. Vond ik eigenlijk een prima formaat. Ik heb deze televisie 8,5 jaar, maar het is voor de eerste keer dat ik er alleen voor sta met de keuze maken van wat ga ik kopen. Want deze televisie is nog gekocht bij mijn ex. Maar goed, dat was dus een beetje een dingetje. Dus ik was de foldertjes aan het kijken. Toen had ik een folder liggen van de expert. Daar ben ik eens in gaan kijken en toen zag ik een televisie staan die eigenlijk qua budget prima was. En waar ik ook wel ermee op vooruit zou gaan, want het is een 4K televisie. Hij is 109 centimeter, dus hij is ietsjes groter. En het is ook een smart tv en hij heeft LED. Dus die vond ik er op zich wel goed uitzien. Dus ik had al eventjes die televisie opgezocht. En toen had ik eventjes naar mijn ouders en Nathalie gestuurd. Van joh, ik heb deze op het oog, zou het wat zijn? Nou, mijn vader dacht van wel, mijn moeder vond hem er goed uitzien. Nathalie zei ook al, ik zou het doen. Dus, die keuze was dan wel gemaakt. Dus ik heb eventjes de winkel gebeld vanochtend en gevraagd of ze hem hadden. Ze hadden hem, dus ik heb gevraagd of ze hem achterhouden, dat ik hem vanmiddag kon ophalen. Dus die ga ik vanmiddag ophalen, want ze wilden hem achterhouden, dus dat was heel fijn. Het betekent wel dat die niet direct aan de muur gehangen kan worden, want als het goed is heb ik daar niet de beugel voor. En dat wil ik dan een keer samen met mijn vader doen. Mijn vader zei waarschijnlijk heb je hele dikke pluggen nodig. Dat moet echt even heel goed gebeuren. Ik zeg nou dat is dan een mooi klusje voor jou als jij een keer wil kijken. Was prima. Dus dan moet ik alleen een keer een andere beugel halen. En volgens mij had IKEA deze beugel. Kom bij IKEA vandaan. Misschien dat die ook nog wel beugels hebben. Dat weet ik niet. Maar deze is gewoon heel erg handig. Ik raakte helemaal in de stress, want ik was nog aan het eten. Mijn eten smaakte niet meer. Ik moest nog afwassen. Ik wilde televisie kijken, want ik kon wel televisie kijken via de laptop, zeg maar. Dus ik moest snel de code opzoeken, want ik heb T-Mobile en WebTV Anywhere. Dus ik heb snel de code opgezocht, zodat ik daar kon inloggen en toch lekker televisie kon kijken. Dus ik heb dat op de laptop gedaan, maar dat, ja, je merkt dan heb je een veel kleiner beeld. Het was voor een avondje prima, maar ik miste wel de gewone televisie. Uiteindelijk snel even afgewassen, koffie gemaakt, toen neergeploft op de bank. Toen heb ik, ik weet er alles van, Junior gekeken en daarna de B&B Vol Liefde. De familie Koppens heb ik even teruggekeken, want ja, ik kon geen opname bekijken natuurlijk.
Ja, toen heb ik later maar even de televisie op de iPad aangezet, want ik wilde de vlog gaan afmaken en de foto's bewerken. Dus zo kon ik toch nog een beetje naar de schuinoog televisie kijken. En toen heb ik later op de laptop weer Virgin River en Koppers gekeken. Dus het was even een vreemde avond, waardoor ik dan gelijk ook wel zoiets heb van: oké, nu komen de autistische trekjes naar boven. Ik heb er normaal gesproken niet heel veel last van, maar ik had nu wel echt zoiets van: oké, ik wil nu zoveel doen. Mijn hele planning loopt anders. Dit gaat mis in mijn hoofd. Maar goed, het is allemaal opgelost. Ik kan straks de nieuwe televisie ophalen. Dus nu was het weer een voordeel dat mijn coach al vandaag kwam in plaats van morgen. Want anders had ik ook niet kunnen vragen of ze die televisie kunnen achterhouden. Want je kunt niet vragen of ze 2 dagen televisie kunnen achterhouden. Het rokje waar ik in de vorige vlog over vertelde, waar chloor op was gekomen, is niet gefixt. Kijk, je ziet nog steeds de vlekken. Dus ik ga eventjes bij de kruidvat straks textiel verven halen. Ga ik hem verven, want dit is gewoon zonde. En ik heb nu ook besloten dat ik in het vervolg de schoonmaakklussen gewoon niet met joggingsbroek ga doen. Weet je, ik pak een oud joggingsbroek, komt daar nog glorie, vind ik het dikke prima. Maar niet meer in mijn gewone kleren, want het is altijd goed gegaan en nu gaat het mis. En daar baal ik gewoon van. De droger is ook nog niet helemaal fantastisch, want ik laat de monteur wel komen. Ondanks dat die code wel weg is, dat hij het water niet meer, dat hij niet meer over die waterbak zeurt, blijft hij op eind staan. Er staat dan end in, maar hij gaat elke keer opnieuw draaien. Dan is hij weer even een pootje stil en dan gaat hij weer draaien. Dus ik laat hem toch even de monteur komen volgende week, want het is nog niet helemaal goed. Ik ga het nu even gauw schoonmaken. Ik zet jullie er niet bij. En ik laat jullie even zien als ik de televisie ga loskoppelen. Want ik zit ook al best wel lang met jullie te praten. Maar ja, ik moest jullie even bijpraten. Dus dat ga ik eventjes snel doen. Ik ga een muziekje aanknallen. En dan zet ik jullie er even bij als ik de televisie ga loskoppelen. Die ga ik meenemen. In de hoop dat ik die kan inleveren. Want dan ben ik daar ook weer vanaf. Dus dat is even de planning. Jullie zijn bijgepraat. Dan ga ik nu even gauw wat doen. Zo, inmiddels ben ik terug thuis. Ik ga zo even gauw douchen. Ik laat jullie morgen even de boodschapjes zien. Maar ik heb hem hoor, de televisie. Kijk, hij staat hier, mijn Philipsje. Dus heel erg blij mee. Dus die ga ik straks even uitpakken. Misschien dat ik dat nog wel even vlog en in de beelden van morgen plak. Dat jullie even kunnen zien hoe ik hem uitpak. Dan zien jullie morgen even hoe die staat, denk ik. Dus ja, dat ga ik dan morgen gewoon even doen. Dan kan ik zo eerst even lekker douchen, want het is ook al 6 uur. Dan kan ik ook even wat gaan eten. En dan vanavond weer, ik weet er alles van Fips op de televisie. En bed and breakfast op televisie. En dan ga ik eventjes opnemen. Hoeveel ben je waard? En dat met William Rutte. Ik weet even niet zo goed hoe het nu heet. Ik kom even niet op de naam. Dan ga ik dat eventjes opnemen. Dan ga ik de vlog inplannen. Even thumbnail maken. Artikel schrijven. En dan ga ik ook weer Jane the Virgin kijken. Of Jane the Virgin zeg ik weer. Virgin River kijken en vanavond Hudson Rex. Dat moet ik dan ook eventjes opnemen. Dus ja, dat ga ik allemaal eventjes doen. Dus nu eventjes lekker onder de douche. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemiddag op deze donderdag. Het is, als het goed is, 26 augustus. Ik ben klaargemaakt. En ik heb gisteren nog even wat beelden gemaakt toen ik de televisie heb uitgepakt. Ik weet niet zo goed of die heel mooi zijn geworden of ze goed zijn gegaan, dat zie ik pas met editen. Dus mocht die goed zijn, mochten die mooi zijn geworden, zal ik ze nog eventjes bij deze dag plakken. Maar hij is uitgepakt. Ik moet zeggen, ik zat heel krap in de auto, want ik had allereerst even kattengrit gehaald. Want ik had vorige week een zak gehaald bij de Aldi, maar ja, er gaat best wel wat kattengrit in de bak. En ik had zoiets, ik heb het liever weer van de welkoop, maar omdat het vorige week eventjes niet ging, hadden we dat dan gisteren even gedaan. Nou, dat was top. Daar kreeg ik nog €2,50 korting, want ik had punten ingeleverd. Dus dat is altijd leuk. Dus ik had nu 2 zakken kattengrit voor €7,50 of zo. Nou, dat is altijd heel leuk meegenomen.
Toen heb ik eventjes mijn andere dingetjes gedaan die ik moest doen in het centrum. Toen hebben we de boodschappen gedaan, toen gingen we de tv ophalen. Ik had hem in de winkel niet meer gezien, want ja, ik had hem toch al apart laten leggen. Dus ik had gelijk, was ik daarheen gelopen van, nou ja, ik heb gebeld, bla bla bla, dat is helemaal goed. Tv meegenomen. En ik zat weliswaar echt een beetje opgekropt in de auto, want ik zat echt zo, oh ja, dit is best wel een beetje krap. Want hij moest op de, we hadden hem tussen de stoelen ingezet. Ik dacht, oké, gelukkig is het maar een klein stukje naar huis. En zaten er een stoplichten mee. En ik dacht alleen maar, oké, snel, snel, snel. Want ik zit krap. En we hebben de televisie als laatste opgehaald. Want toen konden we daar een beetje dichtbij parkeren. En dan stond hij ook niet de tijd dat we nog even in het centrum waren in de auto. Dat was wel fijn. Maar hij staat. Kijk, kijk, kijk. Hij is echt groot. Ik schrok er echt een beetje van toen ik hem uitpakte. Ik dacht echt, oh, wat is hij echt wel heel erg groot. Ik zie hier nog wat stickertjes zitten, die moeten eraf. Het goede nieuws is dat hij hier aanpast. Dus ik ga hem zo proberen toch op te hangen. Want hij past er dus gewoon aan. Ik heb het even nagekeken, want ik was even aan het kijken. Deze komt bij de IKEA vandaan. En ik zag dat hij dus mijn tv er ook aan kan. Want ik was al een beetje aan het kijken van, joh, hè, naar een hanger. Want ik mis dat toch wel, dat hangen. Ik moest even wennen. Ik zal jullie even laten zien. Het leuke is, er zitten hier dus aan de zijkant zitten lampjes. Die gaan dus... kunnen dus aan. Ik zal de televisie even aanzetten. Dan gaan de lampjes ook aan. Ik zal ook deze even aanzetten. Want dan heb je beeld. Ja, hij staat weer eventjes niet helemaal jovel. Waarom is hij nou weer niet meer verbonden met het netwerk? Dat heb ik gisteren helemaal gedaan. Oké, dat is een beetje gek. Daar moet ik dus weer eventjes naar kijken. Want nu zien we de lampjes niet. En dat is niet helemaal... Oh, ik moet hem dus eerst weer aansluiten met het internet. Nou, dan laat ik de lampjes later even zien, want dat heb ik gisteren helemaal gedaan. Ik snap niet waarom dat nu weg is. Maar het is echt, ja, je kan er dus ook Netflix op kijken, Videoland, YouTube. Nou, van alles kan erop gekeken worden. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Het is heel veel luxe. Dus ik heb gisteravond lekker op mijn televisie weer. Ik weet er alles van Junior gekeken. De BNB vol liefde. Echt heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd vanavond, de laatste aflevering. En daarna heb ik even Hoeveel Ben Je Waard teruggekeken. Ik heb het artikel geschreven. De vlog is ingepland. Dus die staat al lekker online. En daarna Virgin River gekeken. En Hudson en Rex. Het was wel een beetje een lastig te begrijpen uitzending. Maar oké, dat komt wel goed. Ja, uiteindelijk is het goed gekomen. Was een mooie uitzending. Dus nou, super blij met mijn televisie in ieder geval. Want ja, ik kan gewoon niet zonder televisie. Het klinkt misschien heel raar, maar ik mis dat zo als ik het niet heb. Maar goed, de planning is dus dat ik hem eventjes ga kijken of ik hem toch ga kunnen ophangen. Dan kan ik hier even goed stofzuigen. Ga ik wel eventjes het kastje ook aan de kant halen. Want ja, ik merk nu dat ik heel veel dingen niet kwijt kan. Het staat nu niet helemaal netjes meer. Dan, nou ja, goed. Dat soort dingen, dat zal ik hem even weer opnieuw aansluiten aan het internet. En ik ga even bullet journalen. Maar ik ga jullie eerst eventjes de boodschapjes laten zien. Want dan is dat ook klaar. Dus daar gaan we even mee beginnen. Zo, we zitten nu even bij de tafel, want ik kan nu natuurlijk de vlogcamera niet kwijt op het kastje waar ik normaal zit, omdat de televisie er staat. Ik heb even de dingen uit de koelkast erbij gepakt, de vriezerdingen niet. Ik had patat, frikandellen, aardappelschijfjes, nou het rijtje wat jullie inmiddels wel kennen. Dan heb ik weer de welbekende slaapwinken meegenomen. Ik heb weer de kipfiletjes, die vind ik zo lekker, die zijn van de Lidl en dan kan er dus mooi weer eentje in de vriezer, echt ideaal. Voor vanavond heb ik lekker schnitzels meegenomen, die waren in de aanbieding. Dan heb ik hier nog spekjes. Ik heb riblappen voor zondag, lekker. Zoveel zin in. Oh, zo lekker. En eventjes weer bakken en braden. Dus dat waren even de koelkastdingen die ik er dus even heb uitgehaald. Even kijken wat er nog in deze tas bij zit. Volgens mij is het heel veel bijzonders. Een pak melk. Dus die... Oké, nou, we gaan deze even uitpakken. Wat ik hier heb, dat is vliegende insectenspray. Dat wil ik gaan gebruiken bij mijn voordeur, want het is daar zo'n vreselijke aanloop van insecten. Dat wil ik daar even gaan sprayen. En hoop ik eigenlijk dat ze wegblijven, zodat ik het daar ook even lekker kan schoonmaken. Dat wil ik eigenlijk voor mijn verjaardag even doen. Dus die heb ik even meegenomen, want die kan ik gewoon bijna nergens meer kopen. Nou, dan heb ik hier mijn boontjes. En ik heb een pak chocomel. Ik heb niet heel veel boodschappen gedaan, want
Groenten voor maandag had ik nog. En ja, ik denk altijd een beetje vooruit, wat wil ik eten. Dus het was niet heel goed deze keer. Ik heb nog even bij het kruidvat weer kuppensoep gehaald. Want eigenlijk elke keer als het er is, neem ik wel weer een bakje mee. Want het gaat bij mij heel hard. Ik vind het altijd heel erg lekker. Dat eet ik best wel veel. Dan heb ik 3 pakjes naaldverband gehaald bij de trekpleister. Want het was geloof ik 3 voor. Ik heb volgens mij hier de bon nog. 3 voor 6 euro. En normaal kost 1 zo'n pakje al 2,39. Dus ik denk, nou, ik neem gelijk 3 mee. Dan heb ik dat ook weer eventjes binnen. En ik had daar, even zoeken, een What the Fake Extreme Plumping Lip Filler. En die is al uit de nieuwe collectie, maar ze hadden maar 1 kleur. Dus zodra er echt een nieuwe collectie binnenkomt, ga ik die andere er ook nog wel eventjes bij halen. Maar die komt, daar komt dan wel weer een aparte video van. Deze lag bij de kassa. Even kijken. Bij het kruidvat heb ik een nieuwe mascara meegenomen. Dat is de Volume Million Lashes. Dit is Balm In. Dat is deze. Het is dan weer zo'n mascara die op dat moment net uitkomt. Die kun je dan voor een laag prijsje kopen. Dan wil ik het nog wel eens doen. En deze was dan nu 11 euro. Dus die heb ik dan gekocht. Ook heb ik een spelletje gekocht. En dat is Skibbo. Ik ben echt dol op Skibbo. Ik speel dit altijd op mijn telefoon eigenlijk, voordat ik ga slapen, altijd eventjes ook. En ik vind het zo'n leuk spel. En omdat Nathalie ook al zei van je zou wat meer spelletjes moeten hebben, heb ik deze dan eventjes gekocht. Want als ze dan nog een keer komt, kunnen we ook een keer een spelletje doen. Dan heb ik ook de verf gehaald voor het rokje. Dit is Navy Blue. De verpakking is helemaal vernieuwd, want hier zit als het goed is ook al zout binnenin. Ik moet even gaan kijken hoe dit werkt. Want eigenlijk wil ik het gewoon gelijk al gaan doen, zodat hij geverfd wordt. En normaal gesproken moest je dus ook zout hierbij kopen. Maar dat schijnt er dus nu binnenin te zitten. Het was 2 voor 12. Dus ik heb ook eventjes een zwarte meegenomen. Want ik heb ook wat zwarte kleding die, waar wat vlekken in zitten. Dus dan kan ik die ook gebruiken. En als het goed is, hoef je maar een klein beetje. Doe je hier best wel lang mee. Want ik geloof nooit dat je zo'n heel potje erin moet gooien. En even kijken hoor. Was er nog iets? Nee, alleen nog deze. Ik heb even nieuwe dag- en nachtcreme gekocht. Degene die ik nu heb, die maak ik op. Maar deze was nu in de aanbieding met 2 voor 6 euro. En ik heb hier eigenlijk altijd de, hoe heet dat van, zeg maar? Het oogcrempje. En ik heb nu de dag- en nachtcreme die ik nu heb, heb ik het idee dat die niet zo heel veel goed doet voor mijn gezicht. Want ik krijg hele rode vlekken. En ik heb het idee dat die een beetje geparfumeerd is en dat ik daar niet tegen kan. Deze is voor 25 plus, dus vanaf 25 jaar. En dit is als het goed is ook gewoon weer een witte. Want ik heb nu een soort van oranjeachtige. Ja, zie, deze is gewoon wittig. Is ook compleet vegan. Zit ook 50 ml in. Wel een mooi potje ook. Dus denk ik, ja, zit nog gewoon afgeschermd. Dus op zich, ja, ga ik deze gewoon proberen als mijn dag- en nachtcreme op is. Maar dan heb ik weer even staan en nu was hij in de aanbieding. Ik denk, nou neem ik het direct eventjes mee. Dus dat waren de boodschapjes. Ik ga even opruimen en dan gaan we eerst even kijken of we die televisie opgehangen krijgen. Want dat zou wel heel erg chill zijn als dat lukt. Dan ga ik jullie bij zitten. Oké, ik ben tot de conclusie gekomen dat dit ophangsysteem toch niet past. Volgens IKEA moet het passen, maar ik doe het dus niet. Dus ik ga die er gewoon afhalen, want dat werkt niet. Dan ga ik gewoon de snoeren even netjes maken. Dan laten we hem gewoon staan. En dan ja, ga ik hem gewoon even netjes neerzetten. Dus dan zet ik jullie daar wel even bij, want het wil niet helemaal zoals ik in mijn hoofd had. Maar dat geeft niet. Ik ga gewoon wel even het kastje naar voren schuiven en dan ga ik het dan even zo even doen. Thank you.
de wifi-boxes even opnieuw aan het opstarten. Dus ik heb besloten dat ik nu mooi eigenlijk wel eventjes afwas kan gaan sprayen bij het balkon. En dan kan ik jullie ook even in meenemen. Dus even kijken of we daar een beetje dode beestjes kunnen gaan creëren. Ik zei ja, balkon, maar ik bedoelde hier bij mijn voordeur. Dus ik ga nu sprayen. Kijken hoe het ervoor staat. Er vliegt er nu eentje naar binnen. Klaar. Ik had meer willen vloggen vandaag van jullie. Het is een beetje een rare vlogdag geworden. Ik ben aan minder toegekomen dan ik eigenlijk van plan was, maar dat kwam. Mijn wifi die stopte er ineens mee, want ik had straks even alle draden losgehaald om alles een beetje weg te werken. En toen had ik geen wifi meer. Toen moest ik eventjes naar T-Mobile bellen. Nou, dat was heel makkelijk op te lossen, want ik moest even een knopje ingedrukt houden en hij deed het weer. Dus daar was ik heel blij mee. Ik heb eventjes net op de muur met stickerverwijderaar gedaan, want ik had hier wat plekjes van stickers zitten. Het plakt ook nu niet meer. Want ik heb daar toen dubbelzijdig tape geplakt. Ik moet alleen nu wel die muur eventjes weer een keer bijwerken. Maar goed, als het goed is, komt hier dus wel weer de tv te hangen. Ik moet alleen even een goede beugel halen, want dat ziet er nu natuurlijk niet uit. Daar ben ik echt niet blij mee, maar goed. Het is even wat het is. Maar ik heb daar toen lampjes achter gehangen en die had ik nu niet meer nodig. Maar ik kan jullie nu wel even het licht laten zien wat de tv dus afgeeft. Want ik heb hem nu weer helemaal goed. Dan kunnen jullie even de lampjes zien. Kijk, het licht komt er dus van af. Hij staat nu op 3. Ik weet ook niet waarom. Dan moet ik alleen eventjes de andere afstandsbediening weer hebben. Maar het licht past zich eigenlijk aan naar het programma waar je naar zit te kijken. Oké, de bouw is in Argentinië. Even reclame. Nou, weet je, dat is dus het licht wat er afkomt. Dat zie je dus hier, die lampjes die eruit komen en die verkleuren heel erg. Je kunt ze ook uitzetten als het je irriteert. En ik heb zeg maar dan ook de optie om Smart TV aan te zetten. Kijk, dit is... Oh, wat hard. Dat moet niet. Kijk, dit is dan Smart TV en hier kan ik dan... Nou ja, Videoland kijken. Ik heb YouTube Kids. Ik heb NPO Start. Heb ik geen abonnement op, dus dat wordt hem niet. Deezer zit erop. Nou, dit zijn de uitgelichte. Ik heb hier de Netflix knop erop zitten. Dan kan ik nu Netflix kijken. Ik ben niet ingelogd. YouTube knop zat er ook. YouTube zat er ook nog ergens op. Die zie ik nu even niet, maar hey, wat maakt het uit. Dit zijn gewoon de uitgelichte apps, maar YouTube zat er ook op nog ergens. Maar ik kijk nu even gewoon tv. Dus zo werkt dat dan. Oh ja, hier, kijk, hier heb je YouTube. Dit zijn de apps. Dan kan ik dus nu bijvoorbeeld YouTube kijken. Ik ben niet ingelogd overigens, dus... Kijk, dit is Lentes favoriete programma. Ping! En dan kan ik dus Bing kijken. Nou, zo werkt dat dus een beetje. Dus, ja, nu doet alles het weer. Het was even jammer dat hij dus niet opgehangen kon worden. Ja, hij kreeg de schroeven er al niet goed in. Dus ik denk, dat ga ik helemaal niet doen. Dus ik ga gewoon even googelen naar een goed ophangsysteem. Want ik wil hem wel weer graag opgehangen hebben. Dat vind ik zelf wel heel fijn. En dan zijn ook die plekken natuurlijk van die muur verdwenen. Dus ja, voor nu is het gewoon even wat het is. Maar ik ben er heel erg blij mee. Ik ga nu nog even lekker relaxen, want ik heb er nu nog even een handwasje in zitten. Dat zijn de nieuwe hemdjes die ik vorige week heb gekocht. En ook even mijn brillendoekje, want die was een beetje vies. Die zitten er nu even in. Als die klaar zijn, kan ik die even ophangen.
Ja, ik had de la nog willen opruimen. Dat is al mooi even een klusje voor morgen. Want morgen heb ik ook niet veel. Vanavond is het gewoon de laatste B&B vol liefde. Dus ik ben benieuwd. Ik weet er alles van Junior kijken. Ik wil sowieso nog even gamen. Ik ga ook de nagellak denk ik verwijderen. Volgens mij heb ik aardig wat chips. Zal eens even kijken. Ja, het ziet er niet heel mooi meer uit. Ik denk dat het eraf gaat. En ik ga even op de gevoelige plaat terugkijken. En verder moet ik vanavond gewoon lekker foto's bewerken. Dus dat wordt een beetje de avond. Ik ga eventjes Virgin weer verkijken. En daarna ga ik lekker verder met code 37. Dus dat wordt het ook. Ja, sorry voor deze rommelige vlogdag. Ik hoop het morgen weer wat beter op te pakken. Maar ja, soms heb je ook even van de dagen erbij zitten die dus een beetje rommelig zijn. Ik zit nu naar een konijnenfamilie te kijken. Fantastisch, dit is Bin Konijn. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 27 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga eventjes een was aanzetten. De handdoeken die moeten even in de wasmachine. Die moeten even gedraaid worden. Daarna ga ik eventjes gewoon stofzuigen en de bakken van de katten scheppen. Ik ga sowieso even bullet journalen, maar ik moet even twee dressoirlades opruimen. Want ik heb van de week naar het boekje van T-Mobile gezocht. En ik merk dus nu dat die la dus helemaal overhoop ligt. De meeste, dus we moeten gewoon allemaal even een opruimbeurt krijgen. Maar ik begin gewoon even met twee lades. Kan ik gelijk even wat administratie terug in de mappen doen. Dus dat is wel een slim idee. En dat is het dan ook wel. Ik heb gisteravond televisie gekeken. Ik weet er alles van Junior. Ja, ik vind het zo leuk dat ze dit gedaan hebben. Ik vind ook dat die kindjes heel snel tevreden zijn. Dit jochie had een 570 euro gewonnen ongeveer. Nou, hartstikke leuk, weet je wel. Nou, ik ga ook naar huis, zei die. Weet je, dan is hij daar heel erg blij mee. En dan zie ik bij de volwassenen vaak dat ze denken, nou, ik kom toch nog wel eventjes een keertje terug, want ik kan er nog wel meer van maken. En dat zie ik dan wel het verschil dat deze kinderen zijn wat sneller tevreden. Dat zal ook echt niet voor alle kinderen gelden, maar deze zijn dat wel. Nou, daarna de laatste aflevering van de B&B Vol Liefde. Ik ga verder maar niet spoileren wat de uitslag is, want misschien zijn er mensen die het nog willen terugzien. Sommige uitslagen had ik gewoon verwacht, sommige waren nog een beetje onverwachts, dus ja. Het was leuk, weet je, maar ik vond het niet een hele spectaculaire laatste uitzending of zo. Dat absoluut niet. Maar ik heb er wel van genoten. Ik vind het wel heel leuk dat ze ook weer met een tweede seizoen komen. En ik hoop eigenlijk dat ze dat gewoon weer volgend jaar zomer gaan doen. Want ik heb gewoon gemerkt dat dat wel echt gewoon ja, heel fijn is, omdat er dan niet zoveel op tv is. Dus dat vond ik wel echt heel erg leuk. Ik heb eventjes op de gevoelige plaat gekeken. Dat vond ik best wel een beetje heftig. William Rutte ontvangt drie gasten. Dit keer had hij Hans Klok, Nikke Simon en André van Duin. André van Duin, dat vond ik wel even heel aangrijpend. Want het ging ook over zijn overleden man. En daar raakte hij ook heel geëmotioneerd door. En ja, dan krijg je vanzelf ook wel tranen in je ogen. Dus dat vond ik wel heel aangrijpend. Ik heb foto's bewerkt. En daarna heb ik Virgin weer even gekeken en code 37. En dat was ook wel heel erg lekker nu om code 37 op zo'n groot scherm te zien. Want je ziet alles zoveel beter. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik moet alleen nog even wat stickertjes van de tv afhalen. Want ik zag dat hier aan de zijkant nog wat stickertjes erop zitten. Dus die kunnen er eventjes af. Dus die moet ik er eventjes afhalen. Dus ja, dat ga ik gewoon eventjes doen. En ik ga jullie bij de lades opruimen er wel even bij zetten. En dan ja, is dat het. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus ik moet even een aspirintje nog nemen. Nathalie belde straks nog even. Die had superleuk nieuws te melden. Maar ik ga het nog maar eventjes niet met jullie delen, want ik weet niet of dat mag. Dus het is dan verstandiger om even niks te zeggen. Maar dat was even heel erg leuk. Dus ja, wat dat betreft ja, is het allemaal wel weer positief. Ja, nu eerst eventjes een wasje doen, want dan kan ik van het weekend nog even proberen om dat rokje te wassen. Dat wil ik echt even gaan doen, maar dan denk ik, heb ik eerst de handdoeken weer weg, dan is dat ook gewoon allemaal weer schoon. Dus dat ga ik eventjes doen en dan neem ik jullie weer mee. Oké, ik ga dus de eerste en de tweede la, die ga ik nu uitzoeken.
En alles een beetje terug doen. Dus ik ga het eerst gewoon even eruit halen. En dan kan ik zien wat eruit kan. Dus dat is nu eventjes de planning. Dus even een muziekje aan en aan de gang. Deze lui is weer redelijk netjes. Ik vind het beter dan dat hij was. En deze kan ook weer erdoor. Dus nou, ik ben wel weer tevreden. Ga ik nu eerst even wat drinken en een lekker bullet journal. Zo, katjes hebben lekker gegeten. Ik heb even een aspirintje genomen. Ik ben wel blij dat de lades weer in ieder geval wat netter zijn. Maar ja, ik moet eigenlijk een andere plek vinden voor de mappen. Want die zijn eigenlijk gewoon te dik. Wat ik wel van plan ben is, ik moet sowieso even als ik bij de Action kom een HDMI kabel kopen. Zodat ik de Switch spullen ook kan aansluiten. En dan wil ik eigenlijk het liefst eigenlijk een plankje voor aan de muur. Dan moet ik even kijken, want dan moet ik eerst even de televisie hangen zeg maar. En dan wil ik dan de Apple TV opzetten en dan ook de spullen voor de Switch. Dus de houder en zo. Want anders ben ik bang dat de katten dragen zitten. En hij past nu gewoon niet op het kastje. Dus dat is sowieso de planning. Ik heb even heerlijk gebullet journaled. De doodles zijn bijna klaar. Ik moet er nog eentje. Dus dat is ook wel lekker. Ik ga even verder filmen met mijn telefoon. Want mijn batterij is leeg. Dus ja, daar ben ik wel blij mee dat dat in ieder geval klaar is. Het is ook echt gekkig weer buiten. Het is aan de ene kant waait het. Het is af en toe een beetje aan het regenen. Het is heel gekkig. Ik wil in ieder geval, ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en koken. Vanavond heb je de laatste, ik weet er alles van. Want maandag begint goede tijden weer. Ga ik even de laatste aflevering van Flikker Rotterdam van vorig seizoen terugkijken. Want volgende week vrijdag begint er een nieuw seizoen. Dan ben ik weer helemaal bij. En je hebt de Alles Kunnen Vips vanavond. En dat ga ik kijken. En verder moet ik gewoon met mijn blogartikel aan de gang. Ik moet nog een video editen. Dus ik heb nog zeker wel wat een en ander te doen. Maar dat doe ik dan zo even tussendoor in de reclames. En wat ik verder nog ga doen. Virgin weer even kijken en code 37. En dat is het ook wel niet heel veel spannends. En straks nog even de was in de droger, want die is nog niet klaar. Dus dat is ook eigenlijk wel de planning die ik verder ga doen. Dus niks interessants. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen.
Dus even lekker relaxen en hopen dat de hoofdpijn even zakt. Even rust aan mijn hoofd. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is 28 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog even wat op de lippen. Misschien denk je, hey, het is ochtend. Ja, dat klopt. Het is 9 uur geweest en Nathalie en Frank komen mij zo ophalen samen met Lente om naar Giethoorn te gaan. Mijn vader is daar op vakantie. Die vroeg of we een dagje langskwamen. En toen was eigenlijk heel spontaan gisteren het idee, we gaan morgen. En toen had ik de vlog al voor gisteren eigenlijk al afgesloten. Dus ik dacht, nou, ik vertel het jullie vandaag. Dus ik zit nu te wachten tot hun er zijn en dan gaan we die kant op. Dat is heel leuk, ik neem jullie ook mee vandaag. Ik heb gisteren eventjes lekker televisie gekeken. Ik weet er alles van. Junior en daarna eventjes Flikker Rotterdam. Dan ben ik bij voor volgende week vrijdag, want dan begint een nieuw seizoen. Te alles kunnen vips gekeken, was ook wel weer heel erg leuk. Ik heb de video in elkaar gezet, ik heb een artikel geschreven, Jane the River, Virgin River gekeken en daarna Code 37. Dus wat dat betreft was het een hele goede avond. Dus ja, dat is even de korte intro, verder niet heel veel te vertellen. Ik ga nu eventjes mijn drink opdrinken en even wat op de lippen doen en dan word ik zo opgehaald en dan neem ik jullie dus mee vandaag. Welke hendel je moet gebruiken? Ja, dit is gewoon voor achteruit en dit is naar voren, toch? En doe maar. Ja, sorry. Ja, ben je daar, Angela, niet? Nee, hij staat op... Oh, we kunnen naar 100, man! Gaat het goed, Angela? Je gaat nu achteruit, hè? Nee! Je hoort hem toch? Die kant, hè? De andere kant. Oh mijn god, nou. Oh god. Nou, kruil hoor. Geen botsing, er komt een bootje aan. En dan ga je precies in de vaarrichting. Ik een beetje steeds, Angela. Nee, het gaat hartstikke goed. Dan moet je even kijken waar ik. Gaas geef! Jij bent de kapitein, ze parkeren. Je wordt even wel sturen. Je wordt daar het huisje toe sturen. Ja? Dan moet je gewoon het stuur stil houden, ja. Oh ja, oké. Okay. We gaan dus nu recht zo die gaan. Gaan we recht of gaan we rechts? Nee, we gaan recht. Het is een rechte stuk, Angela. Moet je kijken hoeveel. Je kan nergens tegenaan. Van zal dat kunnen. En jij laat Nathalie nog rechter rijdt. Rijdt? Vaart. 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 Oh, dat is het. Ja, ja, mooi. Ja, helaas. Jongens. Wat? Ja. Ik ga erheen. Oké, en recht. We kunnen. Waar gaan we heen, Angela? Ja, recht hoe die gaat. Recht hoe die gaat. We gaan weer schuin. We gaan heel schuin, Angela. Ik weet niet wat jij rechts ziet. Zo, nu gaan we goed. Ik moest varen van jou. Ja, jij wou varen. En dan nooit gevaar. Ik wil zien hoe jij vaart. Nou, je moet hem alleen wel recht houden. Dit is geen fijn beeld voor mijn mensjes. Voor jouw mensjes? Voor mijn kijkertjes. Voor je kijkertjes? Ja. Allemaal abonneren op Gamaapje. Je doet toch niks meer op YouTube. Nee, klopt. Maar ze willen graag zien hoe jij stuurt. Ja, nou, nu gaat het hartstikke goed. Ja, zeker. Ja, we gaan nu toch recht op dat huis af? Dat vraag je met een vraagteken. We gaan toch recht op het huis af. We niet in het huis varen. Niet? Nee. Oh, lijkt me wel leuk. Even een botsing. Halen we het nieuws vanavond? Nou, ik denk het niet hoor. Er zijn meer vrouwen achter het stuur van een schip geweest. Een schip? Van... Ja, een boot. Ja, veilig aankomen. Nee, we gaan nu goed. Kan ik hem op pauze zetten? Ja, je kan hem gewoon uitdrukken. Zo gaat het hier. Nee, ik zei, hoe gaat het hier? Je hebt er drie keer bijna de riet geraakt. Voor de rest moesten kapitein Frank Freeklin en NL
Oké, Aapje, moet je helpen of geen papa? Geen papa. Je helpen en nu moet je naar het huisje. 96 gebeurd. Nee. Heb je al net zoveel gebruikt als ik naar de supermarkt toe? Ja, dat is niet zo gek als je drie keer de 3 draait. Dan weer terug moet sturen. Ja, een klein beetje. Blijven sturen. Ik weet niet, jongen. Chill. En hier gaan we heen, dus. Ja, ik hoor het al, je vader ging er vertrouwen in je. Snap ik niet. Ik vind het best spannend, Angela. Ja? Ja. Ik wou niet veel zeggen, maar... Oh, kijk uit, kijk uit. Kijk, daar gaan we, hoor. Ja. Nou, ga jij dan zo even sturen? Oké, weet je, ik moet het overnemen van je. Ik weet nog wat zij doen. Ja, hij gaat er met dat brood vandoor. Hij komt niet meer. Oh, je gaat hem gewoon ook echt uit de hand... Pink, zegt hij. Oh. Ja, hij geeft een heel groot stuk. Ja, geef jij maar een klein stuk. En geef... Ja, dat is toch zielig? Kijk. Nee, dan eet hij gewoon. Kijk, dat vogeltje moet ook. Geef dat vogeltje. Die vind ik leuk. Nou... Stomme eend, je bent veel te snel. Hier. What's up, Dirk? Ja, gooi 2 stukken, dat krijgt hij toch nooit weg. Kijk, dat vogeltje is ook een veel te groot stuk. Ja, dan ga jij het even goed doen. Niet schrikken. Nee. Eet hij jou op, hè? Ja, tuurlijk. Je moet wel opeten. Daar ligt nog. Happert. Hier. Je laat de helft liggen, joh. Zo, inmiddels ben ik weer thuis. Het is nu 6 uur geweest. Volgens mij was ik rond 5:45 thuis.
Toen had ik nog geluk, want de kliko moest aan de weg. Die wordt maandag gelegd, dus je zou officieel morgen aan de weg moeten. Maar ik had zoiets, joh, ik doe het nu alvast. Hoef ik er morgen ook niet uit. En die kliko die kreeg ik niet meer omhoog, want dat is de GFT-kliko. Die zat dus wederom weer te vol. Er kwam net een van de buren eraan en die zei, oh, lukt het? Ik zeg, nee. Hij zegt, moet ik even helpen? Ik zeg, nou, dat zou wel heel fijn zijn. Dus die heeft even geholpen, dus toen kon hij gelukkig aan de weg. Dus dat was heel erg mooi. We hebben echt een hele leuke dag gehad. We hebben heerlijk kunnen varen. Nou ja, ik heb er beelden van gemaakt. Frank heeft een stukje gevlogd, dus dat was hartstikke leuk. Ik moest varen. Varen is niet mijn sterkste punt, maar we hebben het wel heel erg naar ons zin gehad. Dat was wel echt super leuk. En ook lekker even in het huisje gezeten. Echt een heel mooi huisje. Gewoon, ja, heel mooi vaatwassertje erin. Airco zat erin. Heel leuk setje ook om aan te eten. Ja, ik heb verder het huisje niet gevlogd. Maar het was een heel leuk huisje. Nou, eentjes gevoerd. Dus het was echt een hele leuke dag. Ik ga zometeen even wat eten bestellen. Dan ga ik even douchen. En dan ga ik verder een rustig avondje hebben. Ik wil wel even de vlog nog editen. Voor het grootste gedeelte. En ik ga eventjes lekker... wat een jaar kijken. Dus dat is verder de planning. Dus verder niet een hele bijzondere planning. En vanavond gewoon weer Virgin River. Ja. En daarna eventjes lekker weer code 37. Ik heb denk wel dat ik een verkoudheidje heb misschien. Want het was wel wat frisjes op het water. Ik had wel gewoon deze dikke trui daarna van Disney. En gewoon mijn winterjas ook aangetrokken. Maar het was best wel fris. Dus dat gaan we morgen wel zien. Ik heb ook nog een paar dingetjes. We hebben van mijn vader nog iets gekregen. Ik heb nog een paar dingetjes gekocht. Maar die laat ik morgen ook wel eventjes zien dan. Want ja, ik wil nu zo ook even lekker onder de douche. Ik had een spin in mijn haar. Dus ik heb weer lopen gillen natuurlijk. Op die boot zat ineens spin in mijn haar. Nu voelt mijn haar heel vies. Misschien zitten er nog andere beestjes in voor mijn gevoel. Lente heb ik ook nog even lekker naar mijn haartjes getrokken. En ik heb even lekker kunnen knuffelen met haar. Dus dat was heel erg fijn. Dus, dat. Ik ga dus nu even lekker mijn ding doen. En ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want verder ga ik toch niks meer doen. Wat het de vlog was. Ik zou deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 29 augustus. Ik krijg even mijn wasbeurt van muis. Ik zit lekker op de bank. Ik heb net Ajax aangezet. Die staat weliswaar op de stream. Want het is niet op de gratis zender die ik heb. Dus dat is een beetje jammer, maar... Het is niet anders. Ik had het wel verwacht, maar het is niet zo. Ik voel me ook een beetje brak. Ik ben niet helemaal fit, maar dat geeft niet. Gisteren natuurlijk een hele leuke dag gehad. En ik was ook gewoon heel erg moe van het water en alles. En ja, was wel... ik heb wel goed doorgeslapen. Toen ik wakker was, heb ik eventjes op Videoland Dr. Roman gekeken. Dat is een miniserie van GTSD over een nieuw personage... Ik heb nog niet helemaal afgekeken, dus ik probeer het vanavond even af te kijken, zodat ik klaar ben voordat morgen het nieuwe seizoen begint. Vandaag niet heel veel op de planning. Ik moet wel even stofzuigen nog en eventjes de kattenbakken scheppen. Ik wil even het rokje wassen. Ik moet wel even mijn kwasten nog wassen. Want dat is gisteren natuurlijk niet gebeurd. Dus dat wil ik wel even doen en verder even groente afhalen en gewoon lekker relaxed. De foto's even maken. Dus dat is het ook. Dus ik laat je straks wel even de fotospullen zien. Ik heb gisteravond dan lekker even eten besteld. Het was wel vrij laat. Ik had gekozen om de bezorgdheid om 7 uur te zetten. Maar het kwam pas om 7:30. Dus ik was echt letterlijk om 8 uur klaar. Toen begon oh wat een jaar. Daarna heb ik even Hudson en Rex gekeken. En heb ik de vlog voor het grootste gedeelte klaar. Het is niet helemaal af. Maar ik ben er wel mee bezig geweest. En... Ik heb Virgin River gekeken en code 37 was helaas wel weer een dubbele aflevering. Dus donderdag ga ik met het vervolg verder. Maar goed, het is wat het is. Dus dat is mooi. Ajax heeft net afgetrapt. Ze spelen thuis tegen Vitesse. Dus ik denk dat het nog een zwaar potje kan worden. Maar we gaan het zien. Dus dat. Ik zal even de spulletjes pakken die ik nog in Giethoorn had gekocht. En zal ik die even laten zien. En dan ga ik ook eventjes relaxen van Ajax en even wat dingetjes doen. Ik zal eerst even laten zien wat Nathan en ik allebei van mijn vader hebben gekregen. Dat hebben we bij de Oude Aarde in Giethoorn gekocht. Ik zal het er even uithalen. Twee hele mooie steentjes. Ik heb een hele mooie roze.
Je had daar een bak met allemaal stenen en die hebben dan ook een betekenis. Dus ik heb deze roze en een hele mooie paarse. Je had echt allerlei kleuren. Ik vond het wel leuk, deze had zo'n heel bijzonder achterkantje. Een hele mooie steen. En ik heb dan de stenen. Kijk of ik kan lezen hoor. Agaatstenen heb ik. Dat zijn dus de felle kleuren en deze komen uit Brazilië. Het papier ruikt zo lekker. Ja, echt super leuk. Het werd dus aangekruist wat je dan hebt gekocht. Dus dat is wel heel erg leuk. Zelf heb ik... deze pen gekocht van Giethoorn. En die kan dan... staat dan ook op de achterkant, staat Giethoorn. En ja, daar zie je dus gewoon wat van de plaats in. Dus een mooi bootje en zo. Dus die... een sleutelhangertje van Giethoorn met zo'n bootje erop. Je had heel veel verschillende soorten, maar ik vond deze wel heel erg mooi. Dus die. En het laatste wat ik had zijn sokken. Deze. Met Giethoorn erop roze. Die vond ik wel heel erg leuk. Dus dat zijn even de dingetjes die ik heb gekocht. Ik ga nu even het rokje in de wasmachine gooien. Ik zal nog even één keer laten zien hoe het er dus uitzag voordat hij erin ging. En dan denk ik dat jullie morgen het eindresultaat zien. Want ik denk dat die eerst droog moet zijn voor je het goed kan zien. Maar goed, dat ga ik dus eventjes doen. En dan ga ik even de kleine dingen doen. Dan zal ik je straks nog even de fotospullen laten zien. Nou, zo ziet hij er dus uit voordat hij de wasmachine ingaat met deze vlekken. Dus ik ga hem nu eventjes in de wasmachine doen en dan ga ik hem wassen. Dus dan gaan we even zien wat die gaat doen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe die er later uit gaat komen. Fotospulletjes. Ik heb hier een oogschaduwpaletten van Max & Moor. Dit is de kleur 501. Ik moet even kijken in het licht. Het is hier heel erg donker. Ik neem jullie even mee. Wild Sunrise. Dus dat is deze. Ik probeer het even daar verder te doen, want het is echt een beetje donker. Ik heb de waterproof mascara van Lash Princess. False Lash Effect, die is dan waterproof. Lipsticks van Catrice. En dit zijn lipsticks die ik al eerder heb gefotografeerd. Maar ik heb nog drie andere kleurtjes. Ik heb hier 050 My Life. My... kijk hoor. Ocean. Deze. Ik heb nog deze. Dit is de 020... Comfortize in Key. En deze kleur. En dit is 010 Trust in Me. Dus hier ga ik even foto's van maken. Maar het is een beetje donker. Dus alles gaat goed. We staan 3-0 voor. Dus dat is top. Nou, wel een lekker dagje zo. Ik heb net de riplap opgezet. Dus die staat lekker te pruttelen. De overige twee heb ik in de vriezer gedaan. Want daar zou ik ook weer heel goed een keer goulash van kunnen maken. Dus dat... verder heb ik de foto's klaar. De kwasten zijn schoon. Ik moet zometeen de wasmachine opnieuw aanzetten, want je moet het twee keer wassen. En nu moet ik het gewoon met wasmiddel wassen. Die moet nog een keer aan. En dan ben ik heel benieuwd hoe het resultaat is als het rokje eruit komt. Ik had er ook even een washandje en een handdoek bij gedaan, want zaten ook wat vlekken in. Dus kijken of dat gewerkt heeft. Maar dat gaan we dus morgen even zien. Ja, Ajax is afgelopen 5-0 gewonnen, dus top. Ik ga zo even lekker relaxen. Verder ga ik niet heel veel doen. Vanavond even nagels lakken en ik heb Alberto Stegeman vanavond op de bres en undercover in Nederland. Dus daar heb ik wel zin in. En verder moet ik even foto's bewerken en ga ik wel even kijken wat ik nog kan doen op de laptop qua dingen. En ik heb vanavond Virgin River en ik ga verder met... koppers, dus dat wordt verder ook de avond. Niet heel spectaculair. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. En dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag, het is maandag. Het is 30 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik ga het zo meteen even stofzuigen en de bakken doen. En dan ga ik daarna even video opnemen. En even bullet journalen. Dus dat is de planning voor vandaag. Niet heel bijzonder, maar gewoon...
wel relaxed. Ik heb mijn nagels gisteren gedaan, dit kleurtje. Ik zal even het lakje pakken, want die ben ik nog vergeten. Ik heb een beetje kramp in mijn zij van het slapen. Het is het laatste lakje die ik heb van de Sally Hansen, de Insta Dry. En het is dit kleurtje. Er zit een heel fijn glittertje in. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, in het potje zie je het glittertje wel, maar ik denk op mijn nagels niet heel erg. Dan moet je heel goed kijken. Deze kleur heet 040 Pink. Even goed lezen hoor. Aurora. Ik vind hem wel heel leuk. Ik vind het wel jammer dat hij niet compleet dekkend is. Want hij is een beetje transparant. Dus je ziet hier en daar wel mijn eigen nagels er nog doorheen. Maar ik vind het eigenlijk wel een leuk kleurtje. Alleen ik hou net van iets meer dekking. Nou, gisteravond lekker gegeten. Dat vlees was weer fantastisch. Ik heb Alberto Stegeman gekeken. Het was allebei alweer voor het laatst. Je had op de Bres en de Cover in Nederland. Maar er waren alweer de twee laatste uitzendingen. Want volgende week begint Wie van de Drie weer. En Miljoenenjacht. Nou, vind ik dat beide ook hartstikke leuke programma's. Dus het is niet dat ik volgende week niks meer heb. Dus dat was hartstikke leuk. Foto's bewerkt. Nog een artikel. Extra artikel geschreven. Dus wat dat betreft ben ik wel lekker bezig geweest. Virgin weer gekeken. En daarna Koppers. Wat heel spannend eindigde. Dus ik ga daar vanavond de laatste aflevering van zien. Dus ook wel heel erg leuk. Ja, verder ook eigenlijk niet veel gebeurd. Ja, Tijgertje die ging nog even overgeven gisteravond. Die heb ik snel op de vensterbank gezet. Toen kon ik het makkelijk opruimen. Dat was wel eventjes vervelend. Maar goed, kan gebeuren. Hè? Katten kunnen ook eens misselijk worden. Monden waarschijnlijk ook. Dus dat was het ook eigenlijk wel. Ik heb nou ook wel fijn geslapen. Alleen werd ik vanochtend een keer heel vroeg wakker. Toen moest ik een keer naar het toilet. Toen waren ze buiten heel erg bezig. Waar ik een beetje wakker van werd. Maar goed, dat is allemaal ook wel weer gelukt. Ik ga nu gewoon eventjes eerste dingen doen. Dan ga ik eerst eventjes filmen. Dan is dat klaar. Dan zet ik jullie bij het bullet journal er weer eventjes bij. Ik heb alleen lipgloss in mijn haar gekregen, dus straks even lekker wassen. Dat is gebeurd met het swatchje van de producten. Maar ik zal jullie nog even het rokje laten zien, want die heb ik natuurlijk gisteren gewassen. Ik heb hem hier hangen. En dit is dus de plek waar de vlekken zaten. Zoals je kan zien is die compleet vlekvrij. Er zitten echt geen vlekken meer op. Volgens mij heb ik wat vlekken op mijn lens zitten als ik het zo zie. Maar de gloorvlekken zijn eruit. Ik heb ook deze handdoek gewassen, er zaten wat gloorvlekken in. En dit washandje, die is ook helemaal gloorvrij. Dus het werkt echt super goed. Ik moet alleen nog even de wasmachine nu draaien leeg. Dat ga ik morgen even doen op 90 graden. Ga ik eventjes wat soda bij in doen en wat azijn. En dan zijn alle kleurresten eruit en dan kan ik gewoon weer aan de was gaan. Nou ja, wel lekker dat alles gewoon goed gelukt is. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten maken. En vanavond hebben we weer goede tijden. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Daarna kopen zonder kijken. Ga ik wel eventjes om 9:30 Chateau Meiland kijken. Dan kijk ik kopen zonder kijken later nog eventjes af. Want dat duurt 1,5 uur. Zo deed ik het eigenlijk altijd. Dus dat ga ik even doen.
En dan is het tijd om Chateau te kijken. Daar heb ik ook heel veel zin in. Verder moet ik nog even wat artikelen schrijven. Ik moet nog even een video in elkaar zetten. Dus ik heb vanavond nog best wel wat klusjes te doen. Ik denk dat ik ook nog even ga gamen. En dan heb ik vanavond weer Virgin River en de laatste aflevering van Koppert. Dus morgen moet ik wat anders opzoeken. Maar daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar ik vond het wel een lekker dagje zo. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even lekker relaxen. En straks mijn haar wassen met al die lipgloss erin. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 31 augustus. Ik ben klaargemaakt. Gisteravond kwam mijn coach er nog eventjes in, rond 6:30. Die had een handtekening nodig en ze was bang dat ze het donderdag zou vergeten. Dus ze appte van, kan ik eventjes langskomen? Ik zeg, ja, is goed. Dus die is even snel geweest. Toen was het natuurlijk tijd voor de nieuwe televisieavond. Want we begonnen natuurlijk met GTSD, wat wel lekker spannend van start ging, vond ik. Daarna kopen zonder kijken. Dat vond ik ook wel weer heel erg leuk, maar ook wel moeilijk. Want ja, best wel veel eisen en dan toch ja, net niet genoeg budget. Ik zit sowieso natuurlijk niet in de huizenmarkt. Maar wat ik begreep zijn de huizen gewoon, ze gaan als broodje over de toonbank. Het schijnt dat je heel veel moet overbieden. Uiteindelijk een hartstikke mooi huis geworden wat ze hebben gekocht. Dus dat was wel heel leuk. En toen was het tijd voor Chateau Meiland. En ja, daar heb ik ook weer onwijs van genoten. Ik verbaasde me wel. Ze gingen op de Solex. En bij elke stop moesten ze een drankje drinken. Ik denk, nou, die zitten zo meteen gewoon dronken op die Solex. Maar het was wel heel erg leuk. Ik heb er wel weer heel erg om gelachen. Artikel geschreven. 2 artikelen zelfs. Een video in elkaar gezet. Dus wat dat betreft veel gedaan. Toen heb ik Jane the River, Virgin River gekeken. Goh, hoe kom ik elke keer bij die Jane? Maar dan komt Jane the Virgin. Dat heb ik steeds in mijn hoofd. Maar Virgin River, hele mooie uitzending ook. En toen had ik de allerlaatste aflevering van Koppers. Ja, hele mooie aflevering. Maar toch weer losse eindjes waar ik dan weer geen chocola van kan maken. Daar kan ik niet zo goed tegen. Maar goed, ik heb er wel van genoten. Ik weet inmiddels ook hoe laat de monteur komt morgen, tussen 8 en 11 uur. Dus ik ga zo eventjes de wasmachine leegdraaien. Ik had nog weer een catastrofe hier, want ik had gisteren langpootmug in de keuken. Nou, die wilde ik natuurlijk dood hebben. Hij zat dus bij de lamp, daar heb ik een map op gegeven met de vliegenmapper. Ja, lamp kapot. Ook niet zo slim. Dus ik heb er een nieuwe lamp in gedraaid, maar ik had nog niet de kap erop gedaan. Ik had zoiets van, nou weet je, ik wil nog eventjes die kap even schoonmaken. Maar toen kwam ik dus in de keuken straks. En toen was die lamp dus ook letterlijk gewoon ook geknapt. Dus ik weet niet wat er is misgegaan. Dus daar moet straks een nieuw in. Maar dat moet ik nog wel even bij elkaar vegen of opruimen. Want ja, anders gaan de katten ermee aan de hand. Dat moet natuurlijk niet. Dus er moet even een nieuwe lamp in. De kap moet even schoongemaakt worden. De kattenbakken, de gang en de douche. Dus zat te doen. Maar ik ga nu eerst even die wasmachine leeg aanzetten met soda, want dan zijn die kleurstoffen eruit. Dan is dat ook klaar en dan ga ik eventjes de kattenbakken leeghalen en het vuilnis wegbrengen en zo. En dan kijk ik even waar ik jullie vandaag ga bijzetten. Er is tijd om wat te gaan doen. Ik ben weer klaar. Ik kwam er alleen net achter dat ik vergeten ben om het vlees uit de vriezer te halen. Dus dat heb ik net maar even onder de warme kraan geprobeerd iets dooi te krijgen. Dus ik laat hem nu even gewoon staan en dan kijken of hij straks misschien wat meer ontdooit. Ja, anders moet ik het bevroren braden. Maar ik weet niet of dat zo goed gaat.
Dus dat was niet zo heel erg slim. Moet ik eigenlijk gewoon even opschrijven, dat soort dingen. Deze nagel was heel erg beschadigd. En deze ook. Dus die ga ik even opnieuw doen vanavond, want dat zag er niet echt meer uit. Maar alles is lekker klaar. De gangen zijn helemaal gedaan. De douche. De bakken. Lamp is vervangen, maar ik vond het wel zwaar. Ik had het er een beetje zwaar mee vandaag. Dus al het glas is nu weg uit de keuken. Dus dat is ook fijn. Het vuilnis is weer weg. Het kattengrit is weer weg. Dus wat dat betreft wel weer super. Nu moet ik zo wel eerst eventjes mijn keel wat smeren. Want ik heb nu best wel dorst gekregen. Want ik heb een beetje een droge mond. Ja, wat ga ik vanavond doen? Sowieso goede tijden kijken. Je hebt helaas niet heel veel op televisie. Want de laatste aflevering van de familie Koppens wordt niet uitgezonden. Want je hebt nu weer familie Gillis. Nou, dat vind ik echt helemaal niet leuk. Dus dat ga ik zeker niet kijken. Dus ik ga even kijken wat ik dan wel ga kijken. Ik heb nog wel het Roerom opgenomen gisteravond. Dus ik weet niet of dat leuk is. Maar goed, ik ga wel even kijken of er iets op is wat leuk is. Verder moet ik de vlog afmaken en foto's bewerken. Ik ga sowieso Virgin River kijken. En ik moet even kijken wat ik op Netflix ga kijken. Want ik ben door de serie heen. Dus dat moet even kijken wat het voor aflevering wordt. Hey. Ik hoor iets. Muis. Ja, wat heb jij? Oh, je hebt een stukje glas gevonden. Kom, dat ga ik gelijk opruimen. Goed zo. Kom maar uit de keuken. Nee. Kom. Nee, ik wil dat je even hier komt. Kom. Kom maar. Kom maar. Ja, we gaan lopen. Zo. Ik wil eigenlijk nu even niet dat je in de keuken komt, want het is een beetje gevaarlijk. Ik heb wel goed slag gezogen, maar ik weet niet of het helemaal goed is, hè? De wasmachine die draait nu leeg op 90 graden. Daar heb ik wat soda in gedaan. Dus die is dan straks ook weer helemaal schoon van het verven van afgelopen weekend. Dus dat is ook weer top. Ik heb wat soda gewoon los in de machine gedaan en ook in het bakje. Dus dat moet als goed is goed zijn. Dan moet ik alleen de rand nog even schoonmaken. Ja, morgenochtend komen ze voor de droger tussen 8 en 11. Dus dat wordt op tijd opstaan. En ik haat dat, want het is zo'n tijdbestek dat je moet wachten. En daar kan ik dus heel slecht tegen. Dus misschien maar even wat YouTube kijken of zo op de televisie. Terwijl ik eventjes lekker op de bank ga relaxen en dan maar wachten tot ze komen. Dus dat is even afwachten. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Want ik ga verder niks meer doen. Ik ga even relaxen, straks douchen en dan eten koken. En dan ga ik gewoon verder mijn avondje houden. Gatsie, ik zit helemaal onder de soda. Jakkes. Dus dat. Ja, schoonmaken in joggingsbroek ging prima. Het ziet er niet uit. Maar ik heb niet geknoeid. Dus dat is een goed teken. Nou ja, goed. Ik ga je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat die rode button en daarnaast staat een belletje. En als je daarop klikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks te missen. Voor nu bedankt voor het kijken en ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!